Dank je wel, Gustaf. Goedenavond allemaal. Zelf met een marathon heb je ook af en toe voeding nodig, zie ik. Fantastisch dat jullie dat al de hele dag volhouden. Mijn naam is Cathy Magaris en ik werk rond mobiliteit en logistiek. En ik ga jullie een verhaal vertellen rond hoe kunnen we eigenlijk met die mobiliteit en logistiek, hoe kunnen we dat duurzamer maken, zodanig dat we... Er wordt heel veel gesproken over slimme steden, maar eigenlijk hoe kunnen we tot een meer leefbare stad komen en daarbij ook natuurlijk de impact op klimaat verminderen. Ik leid hier op de VUB een onderzoeksgroep. En hier is een fotootje van onze mensen. Onderzoeksgroep MOBI. Wij werken dus rond duurzame mobiliteit, logistiek en ook rond elektrische en hybride wagens en ook de batterijen die daar dan in zitten. Nu, eerst en vooral, waarom moeten we eigenlijk naar een andere manier van leven in onze steden? Wat zijn daar de uitdagingen? En een eerste belangrijke trend dat we zien is urbanisatie, verstedelijking, meer en meer mensen die in die steden gaan leven. In 2030 gaan we op de wereld 41 megasteden hebben. Dus meer dan 10 miljoen mensen in die steden. In België gaan we dat natuurlijk niet zien. Hier in Brussel wonen er maar 1 miljoen... dat is toch wel serieus. 1 miljoen 200.000 mensen. Maar tegen 2030 verwachten we ook hier extra mensen, 120.000 ongeveer. En meer mensen is natuurlijk ook gewoon meer vraag naar mobiliteit. Maar ook meer vraag naar goederenvervoer, bouwmateriaal, meer goederen in de winkels. En heel de trend van e-commerce, die ook die vraag naar goederenvervoer enorm verhoogt. Nu, jullie zijn allemaal heel bewust voor het klimaat, maar toch even een vraagje. Hebben jullie al iets online besteld? Wie heeft dat al eens gedaan? Ja, iedereen. Hè. En 20 jaar geleden, echt met de start van die online aankopen, dachten wij al van ja, dat gaat hier een enorme invloed hebben op het aantal bestelwagens die in onze straten gaan rijden. En inderdaad, dat zien we nu gebeuren. Maar de omvang daarvan hadden wij niet voorzien. We dachten echt van, ja, je kunt dan iets op internet aankopen en dat gaat u thuis geleverd worden. Maar ondertussen kun je eigenlijk zowat alles op internet aankopen. Je kunt, jullie zijn hier nu aan het eten, maar je zou even goed voor een restaurantje een paar kilometers verder dat eten laten kopen, binnen een half uur heb je dat. In Amerika is er een dienst, Uber Kittens. Wilt eens met katjes spelen? Voilà, Uber Kittens komen dat brengen, half uurtje spelen en hup, gaan naar de volgende klant. Dat gaat hier niet mogen, hè, met Gaia. Maar in ieder geval om je maar aan te geven, van eigenlijk kunnen gewoon alles al online aankopen. Maar dat creëert ook heel gefragmenteerde stromen, echt van één locatie naar de andere locatie. En dus heel veel gefragmenteerde stroom, veel meer groei eigenlijk van vervoer. In Brussel worden er zo'n 45.000 pakjes per dag geleverd. 45.000 pakjes, natuurlijk met kerstmis of met Black Friday gaat dat 2-3 keer omhoog. Maar niet heel veel. 45.000, met een groei van 10%, Bpost denkt ongeveer 10% verhoging. PostNL denkt eigenlijk 20%. In 4 jaar tijd gaat het een verdubbeling krijgen. En we zien ook al dat er inderdaad qua bestelwagens, dit zijn de pakjes, maar ook qua aantal bestelwagens, dat dat enorm aan het stijgen is. In 5 jaar tijd 10-15% extra voertuigbewegingen met die bestelwagens. Dus een enorme uitdaging. Dat is natuurlijk enkel die e-commerce. We hebben daar net ook gezien personenmobiliteit. En daar verwachten we in België zo'n groei van 11% tegen 2030. En e-commerce is maar een klein stukje van het goederenvervoer. Dus ook qua andere, de grote vrachtwagens, binnenvaart enzovoort, verwacht men ook enorme groei tegen 2030. Dus een enorme uitdaging, meer vraag naar transport. En dat betekent natuurlijk nog meer congestie. En we zijn er eigenlijk, en we moeten er niet zo fier op zijn, echt kampioen in.
Antwerpen en Brussel staan geregeld op de top 3 van de meest gecongesteerde steden in Europa. Dus je kunt verwachten dat dat nog erger wordt. En transport brengt natuurlijk ook extra emissies met zich mee. Lokale emissies, niet enkel CO2-emissies, maar ook lokale emissies door fijnstof, stikstofoxide. En dat heeft een enorme invloed op onze gezondheid. Veel mensen die daardoor ook sneller dan nodig sterven. Er zijn duidelijk statistieken over dat daar een enorme invloed is. Mogelijk hebben jullie in de scholen ook, er is een heel, na het programma Pano vorig jaar, is daar een enorme actie ook tegengekomen van, kijk, die luchtkwaliteit in onze steden zijn zo slecht, en vaak bij scholen trouwens. Dus ik weet niet of dat jullie school mee heeft gedaan aan Filtercafé, waren er bij jullie acties? Nee? Nee, maar dus ook een belangrijk probleem. Maar dus vandaag kijken we vooral naar het klimaatprobleem. En daar is dus transport is verantwoordelijk voor 32%, gewoon 1/3 van alle CO2-uitstoot komt uit de transportsector. Waarvan het grootste gedeelte van het wegtransport is. Hè, dus zowel personenwagens, maar ook die bestelwagens en vrachtwagens. Dus dat is het groot probleem. En net door die enorme stijging en die trends die die stijging veroorzaken, is dat ook een sector waar het heel moeilijk is om die trend te doen dalen. Hier zie je eigenlijk die CO2-uitstoot in de andere sectoren. Het startpunt is hier 1990. En je ziet dat die hun CO2-uitstoot hebben kunnen verminderen. Transportsector, het begint een klein beetje te dalen, maar we moeten natuurlijk nog veel meer naar beneden. Dit was de eerste doelstelling voor transport in het witboek. Wou men naar 60% van dat niveau van 1990? Ja, er zit ongelooflijk veel. Ondertussen is nog, om de doelstellingen te halen, nog verstrengd. Maar je ziet door die sterke vraag naar transport dat het heel moeilijk is in die sector om daar die CO2 naar beneden te halen. Zelf al is de technologie verbeterd, net door die enorme vraag zitten we daar met ongelooflijke uitdagingen. Dus ik heb gezegd, wegtransport is daar de grootste, diegene die het grootste aantal CO2-uitstoot veroorzaakt. Hier zijn de cijfers om u een idee te geven van ja, wat zijn dan de beste transportmodi natuurlijk. Ja, stappen en fietsen is natuurlijk geweldig, geen enkele CO2-uitstoot. Met de trein, 14 gram CO2 per persoon, per kilometer. Een trein is daar ook een heel goed transportmiddel. Ik ga dat direct vergelijken met het onderste hier, met vliegtuigverkeer, waar je zit met een 285 gram. En dus daarom is dat, als je dat spoor met het vliegtuig vergelijkt en waar je ziet nu op zulke korte afstanden waar je ook het spoor zou kunnen nemen, dat het vliegtuig toch veel goedkoper is, dus dat je aangemoedigd wordt om een vliegtuig te nemen. Aangemoedigd ook omdat de overheid niet laat betalen qua de kerosine die daar gebruikt wordt, dus de brandstof die daar gebruikt wordt, en ook geen extra btw op de tickets die je daar koopt. Dus zij steunen die vliegtuigsector enorm, terwijl dat je ziet dat dat gewoon een heel zware last is op de CO2-uitstoot. Dus dat is iets dat absoluut zou moeten veranderen, dat je gewoon aangemoedigd wordt als je inderdaad wilt verplaatsen binnen Europa, dat je eerder de trein neemt dan het vliegtuig. Wat is er dan nog interessant? Ja, het openbaar vervoer in het algemeen. En dus dan wegtransport, grotere bestelwagens, veel minder interessant. Dus enorme uitdaging, enorme groei en een impact op CO2, lokale emissies en congestie. Gelukkig zijn er ook wel wat nieuwe technologieën die onze manier van ons te verplaatsen veranderd hebben. De smartphones, voor mij, dat heeft echt mijn leven veranderd. En ik ga niet voor alle vrouwen hier spreken, maar dus het feit dat er zo'n gsm bestaat die via Google Maps mij de weg kan wijzen. Ja, kijk, vroeger, toen ik zo jong was als jullie,
Wij hadden een kaart, hè? Dus dat was de manier om de weg te zoeken. Nu, hè, met een gsm, kan je gewoon heel makkelijk van A naar B gaan. Kijken ook welk transportmiddel is mogelijk, welke combinatie. Dus dat is al fantastisch natuurlijk, die smartphone die dat heeft mogelijk gemaakt. Maar dankzij de smartphone is het ook mogelijk geworden om nieuwe concepten te gaan gebruiken. Zoals een deelwagens, waar je vroeger die station-based, een cambio, je moet altijd op de vaste plaats gaan zetten, kan je nu ook op eender welke plaats, en dat noemen we dan free-floating car sharing. En op die manier, dankzij die gsm, kan je inderdaad die wagen openen, kan je zien dat het... kan je die op eender welke plaats achterlaten. En op die manier krijg je nieuwe mobiliteitsconcepten, nieuwe deelsystemen die het mogelijk maken. Ja, Gustaaf, het is gelukt. Goed. Dus de smartphones, dan de elektrische wagens natuurlijk. En ik ga even verder, want ik wou hier even tonen in het park waar ik dichtbij woon. En die free-floating steps, er zijn ondertussen 3 operatoren in Brussel. Ja, kijk, als je niet meer wilt verder wandelen, kun je gewoon zo'n step pakken in het park. Maar dat is ook maar mogelijk geworden door die nieuwe technologie. Elektrische wagens, dat is de tweede belangrijkste innovatie. Wel, als je daar kijkt naar klimaatsverandering, dan zie je, dit zijn de elektrische wagens, de plug-in hybride, de hybride, LPG, CNG, diesel en benzine. En dus je ziet qua CO2-uitstoot dat die benzine- en LPG-wagens het meest uitstoten. Een elektrische wagen is het beste. En het stukje hier, dus well to tank, is well to tank is dus de productie van uw energie. Dus hier, om uw brandstof te maken, heb je ook energie nodig. Voor elektrische wagens moet je ook elektriciteit maken. Dus het aantal CO2 dat je hier maakt, hangt natuurlijk af van uw productie van elektriciteit in uw land. En dit is nu berekend op de energiemix nu. Als we natuurlijk nog veel meer gaan investeren in hernieuwbare energieën, dan ga je hier veel minder CO2 hebben en gaat dus totaal aantal CO2-uitstoot van zo'n elektrische wagen nog naar beneden. Dus dat is nog iets dat extra verbeterd kan worden. Het is al veel beter qua CO2, maar dat stukje blauw kan nog verbeterd worden. En even terug naar onze nieuwe technologieën. Wat is er nog? Big data, die smartphones, inderdaad, dankzij de GPS-data gaat dat heel wat data kunnen verzamelen. Maar evengoed de data in voertuigen, in de infrastructuur. Ook dat is een data waar je mee kan werken. En als beheerder van de wegen kan je op die manier ook nieuwe, dat beter gaan managen. En dan ten vierde, autonome voertuigen. Autonome voertuigen, daar verwacht men heel veel van. En ik ga daar straks wat dieper op ingaan. Om ook te kijken van, ja, wat brengt dan de toekomst? Gaan die autonome voertuigen misschien alles gaan oplossen? Hè? Dus dat zijn de zaken waar we naartoe gaan kijken. Dat was het filmpje dat niet werkte. Dus we zitten hier. Dus ik heb gezegd, er zit best wel wat nieuwe technologieën, mogelijk die ons ook een andere manier van ons te verplaatsen mogelijk maakt, maar ook dat gaat aanmoedigen. Maar ik denk dat die technologieën alleen niet alles gaan oplossen. Het gaat een andere manier zijn. Elektrische voertuigen is fantastisch, maar als we gewoon alle wagens nu gewoon vervangen door elektrische voertuigen, gaat niet ons congestieprobleem oplossen. Ten tweede gaan we ook niet... eigenlijk qua CO2 gaat het veel beter zijn, maar eigenlijk moeten we naar een heel nieuw systeem van ons te verplaatsen en ook de manier waarop dat we goederen
in de stad, maar ook op langere afstanden gaan verplaatsen, dat moeten we helemaal herdenken. Het is niet zomaar even een optimalisatie doen en zeggen, ah, die technologie die gaat nu alles oplossen. Nee, het gaat eigenlijk over een andere manier van in die stad leven. En daarom dat ik ook in mijn verhaal rond hoe kunnen we dat dan doen? Wat voor een stad zouden we kunnen ontwikkelen? Een stad waar het gewoon leuker is om te leven. Dat is de eerste P, hè, want ik heb dat opgebouwd met vier P's. De eerste P gaat eigenlijk over proximity, nabijheid, en heeft eigenlijk totaal niks met die technologieën te maken. Maar nabijheid is zo belangrijk. Nabijheid is echt... Uw ruimtelijke planning is eigenlijk de basis. Het feit van, ik woon hier, ik werk daar of ik heb mijn school daar. Dat is eigenlijk de basis van al onze verplaatsingen. En als je ziet hoe dat onze ruimtelijke planning in Vlaanderen zich versnipperd heeft... Dit is één oppervlakte rond Brussel. Dit is dezelfde oppervlakte rond in Nederland, de Randstad. En dit is weer diezelfde oppervlakte rond Parijs. Je ziet dat in Vlaanderen, België, en vooral Vlaanderen, alles gewoon ontzettend versnipperd is. De mensen die zijn gewoon heel verspreid gaan leven. En dat maakt natuurlijk dat het heel moeilijk is om een goed openbaar vervoerssysteem te ontwikkelen. Je hebt gewoon densiteit nodig om goede buslijnen, tramlijnen enzovoort te ontwikkelen. Dus die versnippering op zich maakt het gewoon al moeilijk om meer milieuvriendelijke manieren van ons verplaatsen te gaan ontwikkelen. En je merkt ook door die versnippering en door dat feit dat iedereen graag in het groen gaat wonen en daardoor ook gewoon afhankelijk is van die wagen, dat de pendelafstand van de Vlamingen gewoon al 6% en 9% meer is dan bij onze buren. Dus dat is eigenlijk aan de basis al iets dat we zouden moeten aanpakken, waar je moet zeggen van kijk, zo ver versnipperd. Dat is eigenlijk geen duurzame manier van samenleven. En we moeten gaan naar densificatie, meer mensen dichtbij. Op die manier kunnen we ook veel beter dat openbaar vervoer gaan uitbouwen. En ook als je die ontwikkelingen gaat organiseren zodanig dat waar je werkt, dat er ook woongelegenheid is, dat je kan gaan shoppen, dat je kan sporten. Dus echt verschillende functies, dan hoeven mensen zich aan de basis al veel minder te verplaatsen. Of toch ook op kortere afstanden. Dus dat is eigenlijk waar we naartoe moeten, is die ruimtelijke ordening aanpakken. En dat pakt tijd natuurlijk. Dat is iets dat je op langere termijn moet plannen. Maar dat is wel heel belangrijk om ook die verplaatsingen te gaan aanpakken. En als je dan die densificatie en die multifunctionele ontwikkelingen kunt combineren met een goed openbaar vervoerssysteem. Dit is bijvoorbeeld zo'n plan waar er dan openbaar vervoer onderliggend en daar dan toch ook wooncomplexen worden gedaan. Ja, dan is het gewoon eigenlijk nodig dit uit om gewoon geen wagen te hebben en u te gaan verplaatsen met openbaar vervoer. En zo aan de basis zaken gaan weghalen. Ja, je kan ook zeggen van kijk, mensen, je hoeft niet elke dag naar het werk te komen. Je kunt dat thuis doen. We hadden deze lessen ook kunnen in teleconferenties doen. En we doen dat ook. Hè. Maar jullie zijn hier toch fysiek. Dat vind ik wel heel leuk. Maar heel veel van de zaken, vergaderingen, kan inderdaad gewoon via Skype. En op die manier hoef je je niet te gaan verplaatsen. Dus dat is echt gaan vermijden aan de basis. En evengoed voor goederen vervoeren. Als je veel lokaler gaat je eten gaan halen, korte ketens noemt dat dan, als je echt gaat zorgen dat je meer lokaal gaat zien van welke voeding kunnen wij gebruiken, dan hoef je dat gewoon van veel minder ver te gaan halen. Evengoed, circulaire economie. Er is heel veel materiaal in onze steden. Waarom hoeven we elke keer weer alles nieuw te gaan importeren, terwijl er nog heel veel materiaal is dat we kunnen hergebruiken. Opnieuw gaat het dan aan de basis, maar dat is echt een andere manier van leven en van werken, ga je daar iets aan doen.
Dus dat is de eerste P, dat is proximity, nabijheid. De tweede P is dan meer plaats voor mensen in die stad. En in onze steden, 50-70% is gewoon bedekt met infrastructuur voor wagens. Dat is een wegeninfrastructuur, maar evengoed heel veel plaats om te parkeren. En in Brussel bijvoorbeeld, als je alle wagens, alle geparkeerde wagens van Brussel in de straten achter elkaar zou zetten, dan komen we in Rome. En dat gaat over 1500 kilometer aan wagens dat je hier gewoon op je ruimte hebt. En wagens, ja, die staan voor 95% van de tijd gewoon stil. Dus dat pakt, het is niet enkel die weginfrastructuur, maar dat pakt ook gewoon heel veel ruimte. En we merken dat mensen die ruimte terugvragen. Picnic the Streets bijvoorbeeld in Brussel, die zijn komen zeggen, kijk, die Anspachlaan, die ruimte, we willen dat terug. We willen ruimte, we willen groen in onze stad. En dus op dit ogenblik is men dat verder aan het uitwerken. En we hebben daar ook enquêtes gedaan om te zien, ja, hoe beïnvloedt dat dan de mensen die er naartoe komen? Komen die nu op een andere manier? En inderdaad, er is ondertussen 2,5 keer meer mensen die er komen wandelen, die er door die ruimte worden aangetrokken. En 14,5% van de mensen zegt, kijk, we komen niet meer met de wagen, maar ofwel met de fiets, ofwel met openbaar vervoer. Maar dus die hebben hun verplaatsingsgedrag daardoor aangepast. En evengoed kan je zulke ruimte met speelstraten, schoolstraten, ook fietsstraten, waar dat er dan de fiets de prioriteit krijgt. Nu zegt ruimte gaan creëren. Ruimte creëren en ook zorgen eigenlijk dat die wagen gewoon, dat je die veel minder in dat straatbeeld ziet. Gewoon omdat mensen zich op een andere manier gaan verplaatsen. En op een gegeven moment ook gaan beslissen van kijk, in die stad, we hebben zoveel opties. Openbaar vervoer, kunnen fietsen. En er zijn ook nieuwe vormen, waar ik straks op terugkom, die het eigenlijk niet meer nodig maken om een wagen te hebben. Dus die shift is absoluut noodzakelijk. En wat we nu zien, en morgen komen er ook nieuwe cijfers rond verplaatsingsgedrag in België, en daar ziet men eigenlijk dat het wagengebruik aan het stabiliseren is en dat voor woon-werkverkeer de fiets enorm populair aan het worden is in Vlaanderen. En je ziet dat ook, dit zijn cijfers gewoon qua verkoop. Die e-bikes en speedpedelecs, die verkoop is enorm aan het stijgen. Gewoon omdat dat de mogelijkheid geeft om ook op grotere afstanden zich te gaan verplaatsen. Nu, deelsystemen, niet meer zelf je wagen hebben, maar dan gewoon een wagen delen. Zoals ik zei, er zijn het meer traditionele model, zoals Cambio, station-based. We zijn eens gaan kijken van wat voor type mensen gebruiken dat. Want je hebt nu ook die nieuwe vormen, de free-floating, zoals DriveNow, Zipcar, die je gewoon ergens in de straat kan achterlaten. En we merken dat dat inderdaad een heel ander profiel van mensen is. Dit zijn de jongere mannen. Terwijl dit zijn eerder oudere vrouwen die geen wagen hebben, die Cambio gebruiken om af en toe, als ze dat iets nodig hebben, om op een plek te komen waar ze niet met openbaar vervoer kunnen, gaan ze dat gebruiken. Of om boodschappen te doen. Terwijl hier, dit zijn mensen, en dat zie je, die kleurtjes, dus blauw zijn mensen die geen wagen hebben. De andere zijn die 1, 2 of zelf 3 wagens in het gezin hebben. Dus die zien gewoon, ja, die nieuwe free-floating carsharing is voor hen gewoon een extraatje. Van, stel, ik ben eens op stap en ik wil een wagen gebruiken. En dus, we zijn dat heel hard aan het monitoren, want de bedoeling is natuurlijk niet dat je met zulke deelwagens uiteindelijk ook weer mensen uit het openbaar vervoer haalt of mensen die vroeger fietsten en dan met zulke deelwagens zijn. Dus het is belangrijk dat je dat
op een goede manier gaat implementeren. En om den duur heb je ook zoveel nieuwe concepten. Deelfietsen, die deelsteps. Je hebt Uber. Dus er zijn zoveel mogelijke nieuwe mobiliteitsconcepten. En wat dat het lastige is, en wat dat er vroeger eigenlijk gewoon al lastig was, als ik van Brussel naar Antwerpen wil, naar een bepaald adres in Antwerpen, ik ga eerst met de MIVB, ik moet een ticketje hebben, dan pak ik de NMBS, ander ticketje, in Antwerpen nog eens de lijn. Ja, uiteindelijk, dan zou ik daar ook nog eens een fiets willen huren. Je hebt al die tickets, andere tarieven enzovoort nodig. Het idee is natuurlijk, laten we dat gewoon allemaal in één abonnement steken. En daarom, dat is het idee van mobility as a service. Niet meer mobiliteit van ik heb een wagen, ik heb een bezit. Maar nee, ik gebruik mobiliteit als een dienst. En die dienst, het kan zijn dat ik eens een wagen deel of dat ik mij eens laat rijden door een taxi. Of dat ik gewoon met de fiets ga. En dus op die manier, dit is dan een abonnement zoals Netflix. Maar je hebt dan gewoon allemaal mogelijkheden en je betaalt per maand. En dat is wat er nu ook in Antwerpen gelanceerd wordt. Het abonnement waar je gewoon voor €55 per maand kan je onbeperkt met openbaar vervoer, met een deelfiets, onbeperkt. Je kunt een auto delen voor €49 per dag, maar dat zit dus mee in je abonnement. En je kunt ook nog eens een taxi nemen. Gaan jullie later nog een wagen kopen als je met zo'n abonnement kunt overal geraken? Wie wil er nog een wagen? Niemand. Geweldig. Misschien toch. Mocht dat zeggen, hè. Maar dat is natuurlijk een heel fijne manier om al die apps en al die mogelijkheden te beginnen combineren. Je hebt dan maar gewoon één abonnement nodig en de vrijheid om te kijken naar gelang je traject welk het meest geschikt is. Nu, autonome voertuigen, dat is dan de verdere toekomst nog. En er wordt heel veel over gezegd en verwacht. Maar ik maak graag de metafoor met dit. Dit is een houtsnede van Albrecht Dürer. Zo'n kunstenaar van 1515. En die had nog nooit een neushoorn gezien. En gewoon door de verhalen die hij hoorde over neushoorns, heeft hij dit gemaakt. Dat is mooi, hè? Maar dat is niet volledig hoe dat een neushoorn eruit ziet. Maar dat is een beetje hetzelfde nu over autonome voertuigen. We weten al kleine stukjes van het verhaal, maar en we proberen daar een algemeen beeld van te krijgen. Maar hoe dat mensen daar echt in hun dagelijks leven mee gaan omgaan, hoe dat ons leven daardoor gaat veranderen, dat weten we eigenlijk nog niet. He, dus er zijn heel wat shuttles en piloten. Wij gaan zelf ook een shuttle uittesten aan het ziekenhuis van de VUB. Ja, en dan kun je dat al eens uittesten en je kunt ook eens mensen erop zetten en kijken hoe reageren die. Dat hebben we ook al gedaan, mensen in een autonoom wagen zetten. En ja, vinden die dat dan uiteindelijk wel leuk? Zouden die dat accepteren? Zouden die zo'n wagen kopen? Dat is toch nog altijd anders dan dat je dat echt zelf inziet. Hè? Dat gewoon aanwezig is, dat je zo'n autonome wagen zou kunnen kopen. Wat wordt er eigenlijk verwacht? Is dat autonome voertuigen het probleem van congestie en het probleem van die extra vraag nog gaan verergeren. Hebben jullie een idee waarom? Het gaat over 40-80% meer voertuigkilometers met zo'n autonome voertuigen. Ja? Voilà. Jullie zouden er nu gewoon al makkelijk gewoon hup ermee in.
Ze moeten u niet meer wegbrengen. Je kunt alles doen. Dus jongere mensen gaan erbij komen. Oudere mensen die nu hun rijbewijs hebben ingeleverd, dachten van ja, het is toch niet meer zo veilig. Ja, die kunnen er ook terug in. En nog een groot voordeel, ja. En waarom denk je dat iedereen ervan kan gebruik maken? Ja. Ja, als het inderdaad beschikbaar is voor iedereen, hè, maar dan moet je wel toegang krijgen. Dus dan zou het al een deelwagen zijn. Ja, je wou ook iets zeggen? Je kunt voor langere afstanden gewoon... Inderdaad, men verwacht eigenlijk dat er minder gaat gevlogen worden. Dat je gewoon in zo'n wagen kunt gaan liggen, slapen. En tegen dat je wakker bent, ben je in Italië. Jij wou ook iets zeggen? Wat zelf dat? Ja. Ook omdat er op een totaal andere manier zou worden... gereden door die autonome wagen zelf, omdat het een ander soort intelligentie is. Het is geen menselijke intelligentie, het is autonoom. En dat er misschien meer marges, veiligheidsmarges en zo worden ingebouwd. Ja. Het technische. Dat er op een andere manier zou gereden worden, ja. Eén wat ik nog niet heb gehoord, ja, je hoeft gewoon niet te rijden. Dus... Maakt u ook niet uit, dat is geen tijdsverlies niet meer. Hè. Je kunt ondertussen je mails doen, je kunt een spelletje spelen, je kunt... Dus uw tijdsverlies is... Uw waardering van uw transporttijd gaat anders worden. Ja? Ik weet dat we puur hypothetisch bezig zijn over de zelfrijdende wagens, maar het eerste aan mij opkomt is verschillende problemen dat ermee opkomen, vooral op ethisch vlak en technologisch vlak. Op ethisch vlak als er bijvoorbeeld zo... keuzes moeten gemaakt worden tussen mensenlevens. Mm-hmm. Van hoe gaan we die machine programmeren om de juiste keuze te maken voor de greater good. En als niet alle wagens direct zelfrijdend zouden zijn op de baan, dan zou er direct ook al een gevaar zijn om toch nog eventueel botsingen te hebben. Want gewone bestuurswagens, gewone mensen die nog in de auto zitten, zouden daar zich niet op kunnen afstemmen op die elektronica die waarop dat... waardoor dat zelfrijdende auto's wel kunnen reageren op bepaalde externe factoren of zo. Ja. Dus dat zou redelijk moeilijk zijn om te implementeren, denk ik dan. Absoluut. En daardoor wil men eigenlijk heel zeker zijn dat het veiliger gaat zijn. Eigenlijk kun je verwachten dat er minder ongevallen gaan zijn. En het grootste gedeelte van onze verkeersongevallen is veroorzaakt door een menselijke fout. Dus als je de wagen laat rijden, ga je minder ongevallen hebben. Natuurlijk is er nu wel inderdaad die ethische kwestie, want ga je die persoon in die wagen beschermen of die voetganger of dat kindje dat per toeval oversteekt en je kunt niet meer stoppen. Dus ga je die wagen tegen een boom laten rijden of op dat kind. Dat zijn inderdaad heel zware ethische kwesties. En vorig jaar, Uber die was al aan het rondrijden met zelfrijdende wagens, waar dat er toch nog altijd iemand aan het meekijken was en aan het kijken van... En die had even niet opgelet. En er is toen een dodelijk ongeval geweest. En dan merk je dat de maatschappij dit eigenlijk gewoon niet aanvaardt, terwijl dat er wel heel veel andere ongevallen gebeurt. En dat is absoluut een ethische kwestie. Maar dus de autofabrikanten die zeggen, kijk, we zijn klaar. En binnen 10 jaar komt dit op de markt. Maar net door die ethische kwesties en door het feit om dat te kunnen vermijden, moeten er nog heel veel extra data worden ingelezen om daarmee om te kunnen gaan. En zulke ongevallen te gaan vermijden. En daardoor denken experten eigenlijk dat het niet voor binnen 10 jaar is, maar voor binnen 20-30 jaar. Maar dus, zoals ik zei, meer voertuigkilometers, en jullie zeiden het ook, hè, dus meer mensen, meer
tijd ook gewoon dat je erin wilt besteden. En dus de grote vraag gaat zijn, gaan dat gedeelde wagens worden? Of wil dan iedereen nog steeds zijn eigen wagen? Misschien, je hebt je handen vrij, dus je kunt je koffietje drinken, je kunt je favoriete muziekje. Worden dat dus eigen wagens waar dat mensen dan lang in zitten, met alle files tot gevolg, of worden dat gedeelde wagens? En dat gaat de grote vraag zijn. En dat gaat ook qua beleid zijn, hoe willen we dit sturen? En gaan we bijvoorbeeld een belasting heffen op het aantal mensen die in zo'n wagen zitten? Uiteindelijk kunnen we nu met die GPS-data zoveel weten, dus je weet ook hoeveel mensen dat er in een wagen zitten. Op basis daarvan zou je ook kunnen beginnen belasten. Dus dat zijn belangrijke vragen voor de toekomst. Nu, als dat gedeelde wagens zijn, men heeft uitgerekend voor Brussel dat men met 1/10 van het wagenpark nu genoeg heeft om alle verplaatsingen te doen van en naar Brussel en binnen Brussel. 1/10. Dus veel minder wagens. Die wagens zijn gedeeld en dus zijn vooral aan het rondrijden, hoeven niet meer te parkeren. Dus je krijgt veel meer ruimte in je stad. Je krijgt meer ruimte om dan groen in de stad te hebben, ook fietsinfrastructuur te voorzien enzovoort. Echt die ruimte. We hoeven natuurlijk ook niet te wachten op die autonome voertuigen om ruimte te creëren. Maar dus dat is wel een toekomstbeeld waar men naartoe gaat, waar men zegt, kijk, er gaat veel meer ruimte zijn. We gaan eigenlijk ruimte van infrastructuur met 35% verbeteren. Maar dus er zijn nieuwe mobiliteitsconcepten en op die langere termijn die autonome voertuigen. Belangrijk is om te gaan kijken van, ja, hoe werkt dit allemaal samen en hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat openbare vervoer de ruggengraat blijft van uw duurzame mobiliteit. Hoe kunnen we ervoor zorgen? Want uiteindelijk, als we zagen ook qua CO2, ja, trein, tram, metro, dat zijn heel goede transportmodi op dat vlak. En ja, dat is gewoon super efficiënt, heel veel mensen. En dus als we dat willen als ruggengraat, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook die concepten als mobility as a service dat echt integreren en daar vooral zorgen dat er vooral openbaar vervoer wordt gebruikt. Dat een Uber-taxi u brengt naar het eerste metrostation bijvoorbeeld, of die autonome wagen in de toekomst. Maar dat er dus wel die connectie is om het beste transportmiddel in combinatie te gaan gebruiken, zodanig dat we minder impact hebben op het milieu. Dus dat is de tweede P. De derde P gaat dan over prosperity for all. Want het is allemaal mooi, hè, die nieuwe concepten. En ja, qua duurzaamheid zijn er bepaalde zaken die inderdaad minder CO2-uitstoot zullen hebben. Maar die elektrische wagens op dit ogenblik, hè, zeker voor de kleinere wagens, hier zie je zo'n kost van zo'n wagen over de gehele levensduur van de wagen, ja, dan zie je dat die elektrische wagens voor de kleinere modellen toch nog altijd duurder zijn op dit moment. En dus als je dan sociaal kijkt en zegt van ja, kom, iedereen moet een elektrische wagen hebben, dan moeten we ook zorgen dat dat een haalbare kaart wordt voor iedereen. Ook hetzelfde met die free-floating car sharing. Hè. Dus ja, dat is tof, hè, zo drive now. Maar je hebt wel inderdaad een smartphone nodig. Je hebt een kredietkaart nodig. En zo goedkoop is dat niet. Dus we moeten eigenlijk zien, van als we naar die nieuwe mobiliteitsconcepten kijken, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat iets is dat voor iedereen toegankelijk is. Dat je eigenlijk bij het design, en hier is echt het design van zo'n autonoom voertuig, kunnen zorgen dat inderdaad iets wordt dat voor iedereen interessant wordt. En heel belangrijk in heel die ontwikkeling, en zeker nu ook rond klimaat, we moeten absoluut verder investeren in openbaar vervoer. Ik heb gesproken over die versnippering, dat maakt het moeilijk. Maar net daarom, we moeten daar heel hard verder in investeren, zodanig dat mensen met die combinatie openbaar vervoer, maar dan ook dankzij die nieuwe mobiliteitsconcepten kunnen wel tot uw laatste bestemming komen, dat we daar massaal in investeren, zodanig dat iets wordt voor iedereen. En evengoed denk ik dat we heel hard moeten opletten met die abonnementen
zoals een mobility as a service. Ja, dat is heel tof. 55 euro per maand. Maar dat we daar ook kijken van ja, welke abonnementen zijn er voor mensen met minder geld. En dat dat niet is van, ah ja, voor jullie is er enkel openbaar vervoer en de anderen die hebben alle luxe. Nee, dat moet echt uitgedacht worden van hoe krijgen we dan die mobiliteit inclusief. Als we minder wagenbezit willen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat wagenbezit niet enkel voor de rijken is, maar dus hoe krijgen we dat op een sociale manier? En daarvoor moeten we enorm investeren in openbaar vervoer en ook zorgen dat die concepten op een goede manier worden ontwikkeld. En dan kom ik tot een vierde P, participatie. En daar zijn heel veel toffe dingen aan de gang. En waarom is dat tof? En waarom is dat ook nodig? Misschien moet ik eerst vertellen waarom is participatie nodig. Mensen weten vaak heel goed van, kijk, de mobiliteitsproblemen in mijn wijk zijn dat en dat en dat. En naar hen luisteren, kijken van hoe kunnen we samen tot oplossingen komen en wat moet er hier gebeuren, is belangrijker dan enkel van bovenop te gaan kijken hoe dat het zou moeten gebeuren. Nee, echt gaan luisteren naar wat die mensen ook te zeggen hebben. En wat dat ook nu kan, met nieuwe sensoren en ook gewoon met die smartphones, is dat mensen zelf gaan helpen om data te verzamelen over de luchtkwaliteit, over geluid, maar ook aangeven van kijk, hier is een probleem aan het bushokje of er is informatie dat hier mist. En op die manier ook eigenlijk die data van hen kunnen verzamelen en daar iets mee doen. Een manier ook om mensen meer te betrekken is spelletjes spelen. Ja. En daarom heb ik een spel ontwikkeld rond mobiliteit. Als jullie dat graag eens ook op jullie school willen spelen, kun je dat zeker aanraden aan de leerkrachten. Dus het is een spel eigenlijk om die toekomst van mobiliteit te gaan verkennen. En u in de rol te zetten van iemand van de overheid of iemand van een bedrijf of van een NGO. Dus je kunt in een rol kruipen en acties nemen en kijken hoe dat de anderen erop reageren. En op die manier in de toekomst gaan kijken van hoe gaan we om met autonome voertuigen, hoe gaan we om met verschillende aspecten. Dus dat is een spel dat ontwikkeld is. Goed, hoe moet het nu verder? We hebben vier P's gezien al en ik ga er nog een vijfde P aan toevoegen, de P van passie. We hebben jullie passie nodig en ik ben ontzettend dankbaar dat jullie hier zijn. Ik ben ook heel blij met alle scholieren die elke donderdag aan het betogen zijn. Het is die passie die we nodig hebben om zo'n transitie voor het klimaat mogelijk te maken en een transitie van ons mobiliteits- en logistiek systeem. En waarom is die passie nodig? Omdat een transitie is niet gemakkelijk. Het gaat niet enkel zijn van ah, die technologieën, die nieuwe concepten, dat stof, dat gaat het nu allemaal oplossen. Nee, het beleid moet het juiste kader scheppen. Het beleid gaat bepaalde zaken, zoals bedrijfswagens, daar moet een beleid dat moet aangepakt worden. Dat kan niet zijn dat er eigenlijk een beleid is om aan te moedigen om met de wagen te komen. Er gaat een beleid moeten zijn rond betalen per kilometer, een slimme kilometerheffing. En dus je gaat het juiste kader moeten scheppen en ik heb er al een paar vernoemd. Beleid gaat heel belangrijk zijn, maar evengoed ons gedrag. Ons gedrag. En gedrag veranderen is heel moeilijk. En daar wil ik nog even over spreken, over hoe verander je gedrag. Bijvoorbeeld als je een olifant van pad wil laten veranderen, is ontzettend moeilijk. Dat zijn koppige beesten. En dus je moet spreken met de bereider van die olifant. En ik denk dat we er ondertussen niet allemaal... Hè. Jullie moeten vooral ook met jullie grootvader spreken. Het schijnt dat dat de leeftijdscategorie is van degene die nog niet helemaal mee zijn met klimaat. Maar dus, dat is de geest. We weten dat we iets moeten doen. Maar die olifanten, dat zijn de emoties. En dat gaat over, ja,
ga ik dat wel kunnen, zo met een elektrische wagen? En dan moet ik dat opladen. En oei, en ja, een gedeelde wagen. Dat zijn allemaal zaken waar mensen onzeker over zijn. En dus, het gaat erop aankomen om die onzekerheid en ook met die emoties om te gaan. En met, bijvoorbeeld met jullie grootvaders te gaan spreken over het klimaat en zeggen van, kijk, we moeten iets veranderen. En dankzij jullie, en daarom denk ik dat dat zo hard werkt, jullie spreken die emotie aan. En dat moeten we verder doen en kijken van, dankzij positieve emoties, die verandering mogelijk maken. Dus voilà. Afrondend, laten we gaan voor die transitie en werken in onze steden rond nabijheid, meer plaats voor mensen, zorgen dat iedereen daarvan kan genieten, inclusief, en participatie en dus iedereen zijn inbreng is belangrijk. Dank je wel. Ja, zijn er vragen? Oké, wacht. Mag ik beginnen? Oké, ik had een paar dingen nog opgeschreven, maar ik ga op één beantwoord eigenlijk. Wacht. Dus ik zat met de vraag over gratis openbaar vervoer, in hoeverre dat je denkt dat dat mogelijk is, hoe dat in verband, allee, hoe dat mooi zou kunnen linken met autonome voertuigen. En dan die subsidies voor bedrijfswagens, daar wil ik ook nog over zeggen, van, of dat die subsidies dan niet beter zouden gaan, want ik heb al de commentaar gekregen als ik er zoiets over zei tegen iemand dat er niet voor was, tegen ze van ja, nee, pak de bedrijf, pak mij een auto niet af. Dat zei dat er een hoog deel uit de loon gaat kappen van mensen die eigenlijk niet rondgeraken of niet kunnen rondrijden of ver moeten pendelen. Maar dan, mijn vraag was, zou die subsidies dan niet naar de mensen zelf terug kunnen gaan? Mm-hmm. Om te kunnen zorgen dat de mensen dan niet kunnen rondkomen, dat die beter kunnen rondkomen. Dus een beter sociaal beleid. Of in het openbaar vervoer, om een beter netwerk te maken in België dat ons beter rondkrijgt voor een lagere prijs of eventueel gratis. Ja. Dus ja, ik heb die zo wat... Ja, het zit verweven. Ja. Ja. Ja, dus de bedrijfswagens, waarom is dat systeem er gekomen? Is eigenlijk omdat onze belasting op arbeid, dus mensen verdienen iets en zijn we, zowel de werkgevers als de werknemers moeten belastingen betalen. En dat is vrij hoog. Ook vergeleken met andere landen is dat hoog. Dus men heeft eigenlijk die bedrijfswagens in het leven geroepen om toch een loonsverhoging te geven, zonder dat er veel belastingen moeten op betaald worden. Dus op die bedrijfswagens moet er minder belasting betaald worden. Dus ze kunnen toch extra loon geven zonder te veel extra belastingen. En dat is het systeem. En dus wat er kan gebeuren als je zegt van kijk, het is... Allee, ik denk eerlijk gezegd dat we best... Om het sneller te laten gaan en ook om de transitie naar elektrische voertuigen makkelijk te maken, zou ik zeggen... Kijk, vanaf volgend jaar of binnen 2 jaar laten we gewoon nog elektrische wagens als bedrijfswagen toe. Op die manier ga je niet direct die wagen afnemen. Maar je kunt wel die transitie... Allee, je kunt eigenlijk meer elektrische wagens in de wagenvloot brengen. Dat gaat ook productiekosten doen dalen van de wagens. En op die manier heb je er extra. En dan, na 5 jaar, kunnen we dat systeem afschaffen... Hoe kun je dat gaan compenseren? Je moet eigenlijk zorgen dat er minder belasting op arbeid is. En dan kun je zeggen van, kijk, laten we inderdaad een taxshift doen. Zorgen dat mensen, dat er eigenlijk minder belastingen op is. Hoe kun je dat dan financieren? Want dat betekent dat de overheid minder inkomsten krijgt. Dat kun je dan financieren met een kilometerheffing, bijvoorbeeld. En dus men is daar wel... aan het kijken van kunnen we, en dat noemt dat een groene taxshift, kunnen we inderdaad niet zorgen dat er een kilometerheffing komt en intussen tijd zorgen dat mensen toch meer overhouden van hun loon. Dus op die manier zouden we dat kunnen doen. Ja? Ja.
als ik het goed had begrepen, had u het woord fietsinfrastructuur aangehaald. Ja. Ik woon zelf in Antwerpen, Borgerhout, dus... Ken ik een beetje, ja. Ja, dus ik voel me echt onveilig met de fiets. Dus waarom is het dan geen idee om meer te investeren in fietsinfrastructuur om Antwerpen veiliger te maken? Absoluut. In plaats van elektrische auto's en dan waar de wegen toch weer vol mee gaan zitten. In plaats van, als wij gaan investeren in de fiets, dat de wegen zo goed als leeg gaan zijn. En dat iedereen zich veilig voelt op de fiets in plaats van de auto. Ja, ja, absoluut. Ik denk dat er nu eigenlijk een verkeerde investeringslogica is van veel te veel naar die weginfrastructuur, te weinig openbaar vervoer en dan zeker ook die fietsinfrastructuur. Dat komt er altijd zo bij hangen van ah, we hebben ook in de fietsinfrastructuur geïnvesteerd. Dus ik denk absoluut dat daar een heel grote inhaalbeweging nodig is. Ik ben op dit ogenblik ook met iemand aan het werken die Oslo aan het bestuderen is, een Noorse onderzoekster. En daar heeft men heel hard gekozen ook om die focus op... Er is heel hard ook geïnvesteerd in elektrische wagens daar. Hè. Dus ik denk dat er nog altijd een stuk van de wagens... Ik denk niet dat we kunnen dromen dat die helemaal weggaan. Ja. Er gaan nog altijd wagens zijn, hopelijk gedeeld. En zeker, ze zullen elektrisch moeten zijn, anders halen we de klimaatdoelstellingen niet. Maar er moet absoluut veel meer plaats zijn voor de fiets en dat moet veilige infrastructuur zijn. En op die manier minder weginfrastructuur, minder parkeerplaatsen. Want parkeerbeleid heb ik nog niet vernoemd, maar dat is heel belangrijk om het wagengebruik te verminderen. Dank u wel.